Hessel en Ineke, ik liep tijdens jullie optreden door de zaal, wou ik haar zeggen. Ik liep door het publiek. Ik liep door het publiek. Dansen, mannen, wij zingen. Tijdens het liedje Barcelona, ik zag al die mensen swingen. Ik denk, waar kennen jullie het liedje van? Maar dat is gewoon een oud liedje. Hoe hebben jullie dat boven water weten erover dan? Ja, wij hebben ooit eigenlijk de tip gekregen van Marco de Hollander. Die heeft ooit gezegd van, als jullie nog eens dat liedje van het Holland Duo, dat is het van, een oude. En het is wel zo, begrijp ik, dat ze met Zuiden meer kennen dan in het Noorden. Maar die heeft de tip gegeven, dus ja, superleuk. Ja. Dat repertoire van jullie, dat groeit natuurlijk elke week. Hoeveel liedjes, ja, jij ook. Maar dat is binnenkort weer voorbij. Het is zomer, kun je veel barbecue en koolhydraten arm, dan is dat zo voorbij. Kom maar een keer bij mij op de camping en dan regelen we dat even. Hoeveel liedjes zing jij inmiddels al mee? Bijna alle liedjes eigenlijk. Alle liedjes wel. Maar voorheen, zong je toen ook al of komt het allemaal gewoon uit de duim wat je nu zingt? Ja, ja, dus het is zo gekomen. Het is ja puur geluk eigenlijk. Puur geluk? Ja, zo zeg ik dat. Ja. Ja, jullie zijn nou, ik denk, 2 jaar samen? Ja, meer. Ja. Het was rond de vakantietijd dat jullie met de camper weggingen, dat weet ik nog. Ja. Is dat al bijna 3 jaar geleden dan? 2 jaar geleden, ja. 2,5 of zo. Ja, 2,5. Aantal singles al op de markt gebracht. Kriebelt er niet om weer een opvolger op te nemen? Ja, maar single, kijk, je kunt wel steeds een single maken, maar je wilt gewoon, als je wilt zingen, wil je optredens hebben. En als je optredens hebt, is het veel leuker dan singles maken. Dat begrijp ik. De boekingen die lopen binnen bij jullie, want ik zie jullie overal op de boot, dan hier en daar. Waar kunnen ze jullie boeken? Nou, ze kunnen ons boeken gewoon via ons telefoonnummer, maar dat staat gewoon... via Facebook is het handigste, denk ik, want daar hebben we de meeste contacten op. Facebookpagina Hessel en Ineke. Ja, jullie zijn ook heel geliefd in bejaardentehuizen. Ja, Hessel die lacht al, maar ik weet echt... Helemaal, maar dat maakt niet uit. We voelen mensen mee. Ja, nee, maar dat is toch gezellig? We houden de oudere jong en de jongeren houden de oudere jong. Ja, zo is dat. Ik wens jullie nog veel plezier. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Jij ook, hè?